hoi. Eerst in. En dan Daan. Hi. Ik heb het deel van een vrouw meegenomen waar ik het over wil hebben. Ja, de onderkant. Ja. Ja. Het ziet er heel anders uit dan bij mannen. Betekent dat ook dat vrouwen seks heel anders ervaren? Nee, ik denk niet dat dat het betekent. Mannen en vrouwen die zijn eigenlijk seksueel veel meer gelijk dan ze verschillend zijn. Er zijn wel verschillen in genitalia, maar hoe seks werkt is eigenlijk precies hetzelfde voor mannen en vrouwen. Dit is in ieder geval niet een goed plaatje van de vrouwelijke genitale anatomie. Wat je hier ziet is eigenlijk een heel klein knopje. En de clitoris is veel groter dan dat. Dit is wat je kunt zien aan de buitenkant. En dit hele, dit is de corpus noemen we dit. En dit zijn de crura. En dit zijn de bulbi, de zwellichamen van de clitoris. Dus net als een penis zwelt een clitoris op. Wacht even. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Nee. 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 Nou, dat wordt tijd dat je het dan eens ziet. Ja, Ersin, er gaat een wereld voor je open. Maar ik ben heel benieuwd of de rest van Nederland dit orgaan dan wel goed kent. Maakt u kennis met de clitoris. Wat is dit? Een hangertje. Is dat niet een soort plant? Een soort plant? Ja. Zo dat je het ophangt en dat je je jas aan kan hangen of zo? Ja, wat denk jij? Ja, zoiets. Ik denk iets van een symbool of iets. Een symbool? Ja. Van wat dan? Een goed doel. Volgens mij zo'n telefoonhouder of zo. Nee, een kapstok. Een telefoonhouder. Het is een deel van het menselijk lichaam. Baarmoeder. De eierstokken. Dit zijn de eierstokken. Bijna goed. Een deel zit binnen en een deel zit buiten. Oh. Oeh. We worden vanaf nu. Zijn vagina. Het is een... Nee, dat is een lul. Nee, het is geen. Nee, het is een deel van het vrouwelijk lichaam. Oh, vrouw. Ja, het is bij een vrouw. Nee, joh, ik ga niet hier jou een piemel in jou. Dat moet ik dus van dichtbij hebben gezien. Mm-hmm. Ooit. Ja, dat hoop ik wel voor je vriendin, is dat eerlijk. Clitoris. Bingo! Yes! Oh. Schrikken jullie ervan? Ja, wat is dit dan? Die dit ook. Die petten. Waar zit dat dan? Het is een clitoris. Het zit ook aan de buitenkant. Dat is zo'n ding wat gevoelig is of zo. Oh, dat wist ik echt heel niet. Apart. Ja. Ik wist niet dat het helemaal de clitoris heet. Nee, zeg maar. Ik ook niet. Dat wist ik niet. Ik wist gaaf, dat hij zo groot is. Ja, ik zo. Ik ben nog steeds in verwondering over dit orgaan. Waar het precies zit en hoe het werkt. Kijk, dan, hij zit ongeveer zo. Zie je? Wauw. Dit is het meest gevoelige topje aan de buitenkant. En de rest zit allemaal in de binnenkant. Nou, dat had ik echt niet verwacht. Nee. We weten zoveel over het menselijk lichaam. Ja. Maar, ja, de clitoris is eigenlijk een vergeten orgaan. En misschien wel omdat het... Ja, het enige doel van de clitoris, zou je kunnen zeggen, is genot. Ja, dat is zo. Dat hebben vrouwen voor op mannen. Dat... Jullie penis is natuurlijk ook voor genot. Maar jij hebt er ook nog een plasbuis doorheen lopen. Dus het is ook om te plassen. En het is ook om kinderen te verwekken. En dit heeft geen andere functie dan genot. Alleen genot? Ja. Dan word ik er wel jaloers op eigenlijk.